mensen, top dat jullie weer kijken en welkom bij deze nutteloze experimenten. Ja, ja, we zijn natuurlijk de laatste tijd bezig geweest met onze BMP, hè, lege voertuig. En er zat allemaal water bij de olie, bij de motorolie. Maar hoe slecht is dat nou eigenlijk, water bij de motorolie? Dat moeten we gaan testen en daarom hebben we hier, ja, onze testauto. Laten we eens gauw olie gaan peilen. Oh nee! Er zit niet genoeg olie in. Laat hem dan maar snel bijvullen. Met water. Er mag meer bij. Hoppatee. Lekker hè. Kijk wat we nou zien. Die olie is nu nog steeds zwart en dat komt omdat water en olie natuurlijk niet mengen. Maar als we daar die motor gaan laten lopen, dan wordt dadelijk dat water en die olie door elkaar geklopt. Dan zal die waarschijnlijk een lichtbruine kleur krijgen. Dus dat kunnen we dadelijk al meteen even doen. Er zit nog 1 liter water in de gieter. Er zitten 3 liter water in het motorblok en nog wat motorolie. Normaal zou er in deze motor iets minder dan 5,5 liter motorolie gaan. En hij is nu op peil. Dus dat wil zeggen dat we nog 2,5 liter motorolie hebben ongeveer. En 3 liter water. Dus er zit meer water in dan olie. Laat hem aanslingeren. Oké, zal ik hem laten ontploffen? Zo. Er is nog helemaal niks aan de hand natuurlijk. Hè? Want ja, hij smeert nog steeds gewoon. De ziektaap begint al een beetje bruin te kleuren daar binnenin. Hè? Zie je dat? Olie ziet er nog steeds goed uit. Nou, ik denk dat het best wel even duurt voordat je hem echt helemaal door elkaar gemengd heeft natuurlijk. Want je ziet hier boven in de kop, zie je het al wel duidelijk. Kijk maar, zie je de kleur? Wat dat echt, hè? Ja, we zijn al even verder hoor. Het is, hij is nog lekker daar een sluspuppy aan het kloppen. Hij maakt ook een ander geluidje daar. Laten we kijken hoe lang hij het volhoudt. Oké, laten we gaan rijden. Ik moet zeggen, ik maak me eigenlijk meer zorgen over de elektronica van deze auto dan over iets anders. Ik ben eerder bang dat hij dadelijk stilvalt en dat er dadelijk weer een kabeltje losvalt of zo. Het moet een beetje ingereden worden ook deze auto natuurlijk. Hè. Niks aan de hand. Dus het meer dan de helft zit er aan water bij. Oh, en daar komt nog een beetje water voorbij. Klik, klak. De motor vindt het nog steeds lekker. Ik zie nog geen olielampjes branden en zo. Ja, schubbeltjes volgens mij. Zal ik een voorspelling maken wat er gebeurt? Doet eens. Dadelijk rijden we over een hobbel en dan valt de kabeltje eraf. Dan valt hij stil, kunnen we het niet meer starten. Of rijden tot de benzine op is. Dat kan ook. Maar ik denk niet dat er iets met de motor gebeurt. Als we dadelijk weer terugkomen, dan gaan we even de motorkap open. Dan gaan we even kijken hoe het onder de motorkap eruit ziet. Hoe dat die olie nou eruit ziet ook. En kijken hoe dat daar de nokas eruit ziet. Want ik ben heel benieuwd. De nokas was daar straks nog mooi blinkend natuurlijk. Maar het zou best kunnen dat die nu minder blinkend is. Dat hij nu misschien al dof begint te kleuren. Dat hij begint te vreten, als het ware. Dus natuurlijk, als op een gegeven moment olie, als die smering niet meer goed op gang komt, hè, doordat de olie te dun is, water in zit, dan blijft er geen oliefilmpje meer achter op de onderdelen van de motor. En de oliefilmpje is nodig voor die hydrodynamische smering. En dat is eigenlijk dat die onderdelen die schuiven over elkaar heen met die olielaag ertussen. En daardoor raken die onderdelen elkaar niet en daardoor slijten ze dus eigenlijk ook niet. Als dat oliefilmpje er niet tussen zit, dan raken die onderdelen elkaar natuurlijk dus wel. Ja, en dan gaat dat dus vreten, zoals ze dat noemen. En vreten is ook wel koudlassen genoemd. Dan worden er eigenlijk stukjes materiaal aan het andere materiaal vastgelast, als het ware. Die structuur van die onderdelen, het kristalrooster, dat is eigenlijk hetzelfde. En daardoor past dat eigenlijk heel mooi als sleuteltjes, of tenminste als puzzelstukjes in elkaar. Dan moet je maar eens proberen puzzelstukjes in elkaar te leggen en dan zo ten opzichte van elkaar weg te schuiven. Ja, dan breken natuurlijk al die pootjes en zo af.
En die blijven dan in die andere stukjes zitten. Daardoor krijg je eigenlijk een ruw oppervlak, waardoor dat de vreten nog erger wordt. Ja, dat is natuurlijk dat is finesse voor een motor. Hey Tom! Hey. Het gaat lekker hier. Ik denk laten we even de tussenstand opnemen. Ja, hier is eigenlijk nog niks bijzonders aan de hand, hè? Laten we even hierin kijken dan. Ik heb de indruk dat het allemaal iets harder rammelt dan van tevoren. Maar ja, de NOX zag er nog steeds mooi blinkend uit. Eigenlijk niks aan de hand. Ik weet niet hoe de pijlstok nou is. Dat die olie ondertussen allemaal... kijk hier. Zie je? Daar zien we die lichte bruine kleur zien we ook. Dus als je nou een keer een auto gaat kopen, trek even de pijlstok eruit. Dan kun je misschien zien of dat koppakking kapot is. Hè? Als de olie die kleur heeft, dat is niet goed. Elektronica-storing. Kijk nou, nee, dat meen je niet. Hij is stilgevallen. Zal ik maar gauw remmen? Des te minder ver hoeven terug te lopen. Ja, denk ik ook, ja. Oh, hij is inderdaad stilgevallen, ja. Oh, nou kun je janken. Ja, de beste conclusie van deze test is wel, als je iets gaat doen, doe het gewoon niet met zo'n moderne auto. Elektronische rommel. Hier Tom, zal ik even filmen? Hoppa! Hoppa! Dat is toch taai? Zo vol. Ja. Bam! Kijk eens. Hoppa! Kijk op. Hoppa! Mensen, ik vind deze test geslaagd. Zo kun je maar zien dat het helemaal niet goed is om water bij je motorolie te hebben.